op nummer 6. Dat wordt braaf. Daarna zijn we verhuisd naar de Luchtverbaan. Boven de melkwinkel van juffrouw Loels als annex een snoepwinkeltje. Hey, en dit is ook een bekend punt, dacht ik ook. Ook bij veel mensen van Leiden-Noord bekend. Toen nog de taszaak van Wim Hendricks. Dit was het huis in de Lustverlaan waar we toen zijn hadden. Was ik ongeveer 3,5. Daar rechtsboven is nog een slaapkamer. We hadden hier beneden al een melkwinkel van juffrouw Roels, maar het was meer. Ook voor de jeugd een snoepwinkel. En met die scholen hier achter me, nou was een behoorlijke omzet. Want ik denk dat ze meer snoep verkocht dan melk. Want dat was snoep, ja, uit die tijd, ouwel, duimdrop, zoethout. Was ook cacao gewoon, gewoon van alles. En koetjesreep had ik er nog goed weten. Of melkreepje, dat weet ik niet precies. Hier zijn we in de Onze Paardenlaan. Waar je vroeger op die plek daar de LAF had, Leidse Apparatenfabriek. Met daarachter het spoortje en het Haarlemmermeerstation. En ja, dat is nu helemaal volgebouwd, is niet meer als dat zodanig in gebruik. Dan lopen we nu de Onze Paardenlaan uit. En als we dan straks naar rechts kijken, daar heeft vroeger de Zevensprong gestaan. En dan op die plek, daar heeft de Zevensprong. Ja, een buurthuis, maar bij de jeugd aan Leiden-Noord heel erg bekend. We waren daar op vrijdagavond en zaterdagavond altijd dansavondjes. Onder leiding van Piet Molenaar, Vater Bonti, meneer mevrouw Teenberger, de heer de kantine. En het was een beetje knullig als je het nu hoort, maar het begon om 8 uur tot 10:30. En het enige wat we te krijgen was wat een chocomelk en een cola. Niet meer zoals je nu teken en dansgelegenheden en wat is het.